Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Een vlog als moeder van 3 kinderen. Want ik ben inmiddels bevallen van Coco. Ze ligt hier op bed. We zijn inmiddels verhuisd. Ik heb jullie zo ontzettend veel te laten zien. Ik moet zoveel delen. Er is zoveel gebeurd. En ik heb gelukkig heel veel gefilmd. En dat heb ik allemaal bewaard, want ik moest echt even tot mezelf komen. Ik moest herstellen. Het was een heftige bevalling. De bevallingsvlog komt natuurlijk ook binnenkort online. En ja, de kraamtijd was enerzijds een roze wolk en anderzijds een grijze wolk. Hé, hey, lievertje. En dat komt natuurlijk gewoon omdat, ja... Je bent gewoon overreden door een vrachtwagen. Je moet zo keihard herstellen. Mijn hele lichaam, alles deed pijn. En ja, daardoor was het gewoon een mix van geweldige momenten met Coco. En zo intens blij met haar. Helemaal verliefd op haar. Maar ook ja, echt een struggle om weer een beetje, hoe noem je dat, op de been te komen. Hé, hey, je speentje gaat de hele tijd uit. Als jullie afvragen wat heb je met je lip. Ja, I know. Dat is opeens, zo werd ik wakker. Helemaal opgezwollen. Lijkt wel een soort allergie of zo. Maar goed, ik laat jullie niet langer wachten. Dit is de vlog van de hele kraamtijd. De eerste 2 weken. En het zijn eigenlijk gewoon allemaal snippets. Dus het is niet een soort logisch elke dag gefilmd. Maar... ja, allemaal verschillende momenten uit de kraamtijd. Dus ja, veel kijkplezier. Ja. Ja, daar zitten we dan met z'n drietjes. Daar zijn we. 2 boefjes aan haar bed. Zo. En, want onze lieve snoef is er, Cocootje. Ja. Om daar even mee te beginnen. Maar wat is dit anders dan de eerste keer? Maar echt. Door die 2 apen. Dat is echt gewoon... Die eerste keer toen we Roef en Luca kregen, toen waren we echt helemaal in zo'n kokon met z'n viertjes en ja. We waren alleen maar in bed aan het liggen met elkaar. Ja, we deden alleen maar dit. En nu is Wout gewoon alleen maar achter de jongens aan het aanrennen met z'n naar speeltuinen toe, mij aan het ontzien. En ik lig alleen maar hier in bed met Coco. Het is zo'n ander gevoel. Ik mis jou. Ja, ik mis jou ook. Dat is echt gek. Maar het is wel zo fantastisch om deze kleine dame in ons leven te hebben. Ja, ik kan me nu al niet meer voorstellen dat ze er niet is. Geweldig. Kijk naar even. Zo lief. Het is zo'n aapje. Zo lieverd. Ja. Ze doet het zo goed. Niet normaal. Ze slaapt op zich best goed. Ik lig gewoon letterlijk de hele dag met haar zo. Behalve als ik zelf even ga slapen, 1,5 uur. Ze is echt aan mij vastgeplakt. Ja. Maar het is wel echt... Ik bedoel, de bevalling... Het is heerlijk. ...was pittig. En natuurlijk die borstvoeding daarna kwam heel moeilijk op gang. Jezus. Maar ik vind het wel... Ik vind het zelf, als ik voor mezelf spreek, het echt wel heel leuk. En zo anders dan met de jongens. Misschien ook omdat je wordt afgeleid door de boys. Maar het is wel... Ik weet niet, ze gaat inderdaad nu makkelijker mee in het gezin. Ja. En... Zij doet het gewoon wel heel goed. We hoeven niet ieder uur, met de jongens moesten we ieder uur opstaan om de temperatuur te checken. En dat ja, waren minder dus stressvol 2. Is het nu. Ja, we maken ons minder zorgen om haar. Je weet nu gewoon, oh ja, ze doet dat kreuntje of dat hoesje of dit. Dan komt maak goed. Je gewoon geen zorgen. En ja. Bij de jongens was het echt, omdat ze ook te vroeg geboren waren, helemaal meteen, oh wat is er aan de hand. En dat had je er nog bij, ja, die stress. Ja. Dat merk ik nu, dus meer rust. Omdat zij het gewoon heel goed doet. En heeft ze bijvoorbeeld na zo'n flesje of een borstvoeding zo'n lipje, zo'n blaasje boven op haar lip. Nou, de vorige keer dacht ik gelijk, oh ja. God, ze hebben een koortslip. Weet je wel, gewoon, oh nee. Oh, nou, ja. Nu denk je gewoon, oh ja, dat kennen we, dat is van het zuigen. Prima. Ja. En dan ga je weer door. Dus het scheelt inderdaad dat je ervaring hebt. Ja. Je hebt het al een keer meegemaakt. Maar het blijft zoiets bijzonders, zo'n klein... Niet normaal. Klein aapje. Oh, die haartjes. Kijk en die daar. Geur. Ze ruikt zo lekker. Kijk dit nou. Sorry hoor, maar... Oh, zo snoef. Ik denk dat ik dit gewoon eventjes een uur in beeld hou. Ja. En de grap is, zeg maar... Dit wil je toch? Ik ben nu zo bewust ervan dat dit onze laatste is. Dat zeg maar... Oh.
Ja, sorry. Nou, ja. Doe nooit meer een bevalling. Jij zei meteen na de bevalling, ik denk een half uur daarna, toen je een beetje was bijgekomen, of nou ja, bijgekomen, toen je gewoon weer kon praten. Ja. Toen zei je gewoon, ik doe dit nooit meer. Ik doe dit nooit. En ik zei ook, lieve schat, helemaal met tranen in mijn ogen nog, je hoeft dit ook nooit meer te doen. We zijn dit compleet. We zijn compleet. Je hoeft dit nooit meer. Niet met mij en ook niet met een andere man. Ja. Jij doet dit nooit meer. Maar ik dacht echt, en nog steeds denk ik... Hoe bedoel je dramatisch? Hell no, dat ik ooit nog een bevalling doe. Nee, schat, doe even rustig. Ik heb dit weer gezien weer mezelf. Als je dit nog een keer jezelf aan wil doen... Nee, dit was echt niet leuk. Nee. Dit wil je niet meer. Mijn lichaam is gewoon niet gemaakt om te bevallen. Nee, en ondertussen heb je een tweeling en een dochter uitgepoept. Ja, dat is waar. Dus mag je best trots op zijn. Ik ben ook heel trots. Precies. Maar wat ik wou zeggen is dat gewoon dat je nu weet... Ik weet nog bij Wolf en Luca dat ik helemaal dacht van... Oh, ik kan niet wachten tot ze gaan lachen. Of tot ze dit kunnen of dat kunnen. En nu bij haar denk ik alleen maar... Blijf maar zo klein mogelijk. Doe maar niet. Doe maar gewoon chill. Word maar niet ouder. Ja, doe maar rustig aan. Geen haast. Precies. Ja, we gaan ook extreem veel van haar genieten. De jongens mogen komend weekend naar mijn ouders. Ja. En de dagen dat ze naar de crèche zijn is ook echt heerlijk. Ze zijn niet alle dagen naar de crèche. Ze gaan een paar dagen in de week. En dan kunnen we echt... die momenten kun je helemaal echt even... Cocoonen. Ja, dan heb je eigenlijk je kraamtijd. Ja. Dus dit weekend gaan we echt even keihard gewoon met z'n drieën. Gewoon dit gevoel. Oh. Jij, ik en Coco. Zo leuk. Blijft die naam leuk vinden om uit te spreken. Coco. Ja. Ze heet gewoon Coco. Coco. Mm. Wat een legend nu al. Die naam. Ik ben zo blij met die naam. Ik ook. Echt gek. Oké, ik denk dat het tijd is om te gaan slapen weer. Want hoe laat is het? 7:30. 8:00? Kwart voor acht. Kwart voor acht. Bedtijd. Ciao. Goedemorgen, zo schattig. Woutie is de jongens naar de crèche aan het brengen, aan het sporten. Dus ik loop nu net naar de commode, zie ik helemaal dat Wout de kleertjes heeft klaargelegd voor Coco voor vandaag. Zo cute, moet je even kijken. Dus ik loop hierheen en ik zie gewoon helemaal dit pakje klaar liggen. Met dit vestje erbij van ja, dit moet ze aan vandaag. Nou, dan smelt je toch. Dus liefje... Gaan wij dat aandoen zo meteen? Ja, schat. Ja, lievertje. Hey. Hi. Waar kijk je helemaal naar? Zie je iets moois? Hi, schatje. Hey. Je bent zo'n snoef. Ja. Lig je lekker? Lig je lekker? In je nestje. Ja. Ben je zo goed wakker? Ja, lievertje. I love you. Hi, liefje. Hi, schatje. Hi. Hallo. Hi, lieverd. Gaan we jou zo lekker aankleden? Ja. Hi, schatje. Ja. Zo heerlijk, dit soort leftovers. Want ik ben echt alleen maar zo gezond mogelijk aan het eten. Dus dit is een broccoli soepje. Niet normaal lekker. En ze heeft het pakje aan wat papa heeft klaargelegd. Alleen papa vindt de muts niet zo. Papa is even heel blij. Nou, ik heb net weer gevoed. Deze kleinie. En ik hoop dat ze nu even gaat slapen. Want ik ben zo kapot. Ik ga in ieder geval even slapen. Tenminste, in ieder geval helemaal niet. Want als zij gaat huilen en nog meer wil drinken, dan komt er niks van terecht natuurlijk. Oh. En wie hebben we hier? Wie hebben we hier? Hallo? Wie ben jij? Coco. Hallo Coco. Hallo lieverd. Wat ben je aan het doen? Oh, je hebt de hik. Ja. Oh. Meisje toch. Ben je lekker wakker? Dan heb je een goed pakje aan ook. Hoi liefje. Hoi schatje. Mm.
Papa is weer thuis. Ik was even naar ons nieuwe huis. Het wordt heel mooi. Je krijgt een hele mooie slaapkamer. Ja. Jezus, het is te lief. Lief, hè? Niet te doen. Ik ben zo verliefd op haar. Ik ook. Kijk, ja, nou, je staat volgens mij voor het eerst een beetje in de keuken. Oh ja, en ik voel zo druk op mijn poes. Dat is gewoon unreal. Alsof er een soort grote bal uit moet. Nee, die is er al uit geweest. Dat is het hoofd van Coco. Ik heb zo'n pijn om te staan. Ik ga oh, schat. We gaan lekker een bageltje eten en The Bachelor kijken. Oeh. Jongens zijn op de crash. En wij hebben even tijd met elkaar. Hoop ik dat ze niet nu weer gaat piepen en borstvoeding wil. Ja. Maar dat geef je dan maar lekker op de bank of zo. Ja. Straks roept je moeder voor ons koken. Dat is wel heel lief. Heerlijk. Ja. Zo fijn dat iedereen eten brengt. Oh, eten is het nummer 1. Goed koken. Tijdens de kraamtijd. Oh. Nummer 1. Eten en rust. Dat is het beste cadeau. Ja. Kijk, hier heb ik naar verlangd. Mijn hele zwangerschap gerookte zalm. Eindelijk de rauwe vis. En nu maak ik heerlijk een toast hiermee. En een bagel. Dit is toch? Gewoon het leven. En een bagel, die zit nog in de oven. De Joepje en de hoortest. Dan kan ze niet wat. Oh. €36,40. Oh, dus dat is het aangekomen. Ja, natuurlijk, lieve schat. Ja. Wat dacht je dan? Nou, dan mag ze dus. Geweldig. We wilden net gaan badderen. Hoi. Daar gaan we. Lekker. Je eerste badje. Je eerste badje. Zo lekker. Of je het zo lekker moet. Ja. Je lijkt wel een elfje zo met dat doekje. Weer in de baarmoeder. Ja, ze is weer terug. Dat chill is. Jezus, het is knap. Niet te doen. Vind ik dan, hè? Ach, schatje. Zo lief. Elke dag komen mensen eten brengen. Dit keer Noor en Koen, pompoensoep. Heerlijk. Dit heeft de kraamzorg gemaakt. Lekker gezond. We gaan tanden poetsen. Deze is van Wolf, toch? Wat is dit nou? Goed zo. Wat is dit nou? Voor mama en papa's tanden. Oh. Om tanden schoon te maken, kom maar. Heel. Is dat heel gevaarlijk? Nee, niet zo gevaarlijk, nee. Oh. Dit is toch het allerliefste ooit. Zo genieten dit. Echt, ik word hier zo blij van. Ik kan gewoon mijn melk aan haar geven. En haar hoofd is zo ontzettend lief als ze drinkt. En die geluidjes. Goedemorgen, ik kom net uit de douche. Coco die slaapt nog, maar die wordt nu een beetje wakker volgens mij. En ik heb al een paar dagen dat mijn ene tiet, borst, 3 keer zo groot is als deze. Ja, ik kan het natuurlijk niet echt laten zien, maar deze is echt huge met van die aderen en gewoon een soort Pamela tiet. En die ander is de helft zo klein. Zo gek. Dus ik heb al echt geprobeerd om dus die kleinere wat meer te kolven. Zodat hij ook wat groter, wat meer melk gaat geven. Want hij geeft echt beduidend minder melk dan die grote. Dus ja, ik hoop dat het uiteindelijk even groot wordt. Ik bedoel, als er een beetje verschil is, maakt niet uit. Maar dit is zo'n groot verschil. Ja, ik weet niet. Volgens mij is dat niet helemaal oké. We hebben haar voor het eerst ingebakerd vannacht. En serieus, een wereld van verschil hoe ze slaapt. Niet normaal. Helemaal strak in zo'n hydrofiele doek. En normaal als we er wegleggen, nou, dan is ze heel erg, zeg maar, best druk en veel bewegen en geluiden maken. En nu gewoon vannacht, elke keer na de voeding en 's avonds, was ze gewoon meteen in slaap. Waanzinnig. En dit speentje, nou dat wil ze niet. We hadden het geprobeerd, maar dat helpt niet. Oh, ja, je wordt wakker. Ja, kom, we gaan drinken.
Kom maar. Ik heb weer een heerlijk fruitontbijtje met banaan, passievrucht, frambozen, bosbessen. Bosbessen vind ik niet lekker. Vind jij dat niet lekker? Maar dat maakt niet uit, want ik moet het eten. Gekkie. Maar ik moet kiwi en banaan eten, Lee. Heb je nog passievrucht op? Ja, kijk maar, het zit er nog op. Nou, mijn zwangere zusje is hier. Ja. Zo gezellig. Zo gezellig. Ze is zo lief. Ja. Hè? Nee, het is echt gewoon, het is bizar. Jij kan nu natuurlijk gewoon niet wachten. Nee. Zeg maar, de waar jij je nu in bevindt. Ja. Nou ja, over 7 weken heb ik dat. Ja, en dan kom ik langs. Ja, maar ik heb er ook zoveel zin in. Maar nee, ze is echt zo knap ook. Ja. Ik kan ook de hele dag gewoon naar haar kijken. Staren. En ja. Aan haar ruiken. En oh. Gewoon de hele tijd aanraken. Ja. Zo heerlijk. Echt heerlijk. Ja. Ja. Nou, nou lieverd. Volgens mij moet jij een beetje wakker worden. Je moet weer melk. Milky milk. Omdat we tijdens de kraamtijd alleen maar iets zouden bestellen. Dat hebben we nog niet 1 keer gedaan. Ik ga dat dus nu doen. Weet je wat ik bedoel? Wat zouden we bestellen? Meg. Oh ja, daar heb ik zin in. Ja. Ik heb nog niet 1 keer besteld sinds jij. Nee, inderdaad. Hallo. Belachelijk. Ik ga nu een hele dikke club sandwich bestellen. Oh, en ik die eiertruffel. Ze ligt te slapen. Zodra ik binnenkom, ik geef haar 1 zoen en ze wordt wakker. Ja. Dat ik haar elke keer heel vervelend pest. Dat ze gewoon wakker moet zijn als ze borstvoeding krijgt. Ja. Als ze begint al een beetje te happen. Ja, heel erg. Ik krijg allemaal kusjes. Allemaal hapjes. Kom jij eens even hier. Ik heb je gemist, kleine aap. Kom jij eens even hier. Ach. Bolly, Coco wordt wakker. Mag ik nu voor de crash? Nee. Vanochtend wilde je niet naar de crash. Hoef je een keer niet naar de crash. Wil je weer naar de crash? Ik snap jou ook niet. Hè? Vind je het zo leuk op de crash? Dat vind ik wel. Ja! Heel leuk om te horen. Dat ja, doet heel mij leuk. Echt. Over 2 weken gaan we verhuizen. Ik wil nu een crash. Volgende keer. Nee. Ja, goed, een paar nachtjes slapen. Goed zo. Ga maar een beetje huilen. Nee. Oogjes open, want dan kan je lekker goed eten bij mama. Niet die slappe hap van de afgelopen paar dagen. Even goed drinken. Maar boos. Wakker worden. Lekker boos. Ja, ga papa jouw beentjes even bloot maken. Dan word je ook lekker wakker van. Dan krijg je zo schoon luiertje. Hey. Broek uit. Krijgt ze koude beentjes en dan gaat ze beter drinken. Koek, koek. Kijk wat de lieve voetjes. Pijn? Nee toch? Ze heeft toch geen pijn? Ja. Nou, dat vind ik gezellig. Ben jij ook een kleine Coco? Ik ben ook klein. Hier. Knuffeltje. Coco, even knuffelen. Ah, oh, dat is lief, jongens. Ja, ik ben knuffel. Even wel. Liefertje. Ze ruikt zo lekker, dat is gewoon niet normaal. Ik ben geen baby. Die geur is gewoon bij verslaving. Is dat nou niet normaal? Kom, we gaan drinken. Even de tieten eruit halen. Ja, wil je dat ook op beeld? Ja, maakt mij niet uit, maar dat mag niet. Wat zegt mama nou allemaal weer, hè? Wat zegt mama nou allemaal weer? Ja. Wat zegt mama nou allemaal? Ja. Hier, Wolf, hou jij de camera even vast? Kun je mama filmen? Hou maar vast. Zie je mama goed? Ja, daar ja. Ja, kijk, dit zijn de eerste beelden van Wolf de cameraman. Wolf de goed vlogger. Zo. Lekker. Lekker bezig. Dan moet je wel een beetje dynamisch filmen, Wolf. Dat je een beetje af en toe zo om ons heen. Oké. Ja? Ga jij dynamisch filmen? Je moet altijd mama en papa blijven zien. Ja, zo ja. Mooi. Goed zo, schatje. Heel goed. Ja. Goed gedaan, lieverd.
Hi. Hey Cocootje. Hi lieverd. Kom maar. Mama's borst is hier. 1, 2. Hapsa. Hallo. Oh. Wat is er, mama? Ja, het begin doet altijd heel pijn. Oh. En maar ik ben in de camera. Oh. Ik ben in de camera. Ja, heel goed, schat. Oh. Ik was de camera. Zullen wij even lekker wat gaan eten? Maar ik wil deze nog vasthouden. Oké, okay, dat mag. Omhoog, toch? Waar is mama? Waar is mama? Daar is mama. Hi. Wij hebben, nou ja, inmiddels is het al bijna op. Een hele vriezer vol. Of is het alweer op? Met Juice Brothers. Oh, we hadden er echt... Dat is wel een goeie voor de kraamtijd. Want ja, super gezond. Deze cold pressed juices. En we hadden echt alle lades vol. We hadden er echt iets van 20. Dus ik haal het er nu even uit de vriezer. En dan kan het ontdooien. Oh jongens. Ik heb echt... overal pijn. Dat is gewoon niet normaal. Echt gewoon die hechtingen. Het lijkt wel alsof er zoveel druk op staat. Echt, ik ga dood. Walgeluk. Ook zitten, weet je, als ik ga voeden en dan moet ik natuurlijk zitten op die hechtingen en op die aanbijen die gewoon zo... Hé schatje. Die zo groot zijn. Ik was even vergeten hoe de kraamtijd ook alweer was. Vorige keer met Wolf en Luca voelde ik me precies hetzelfde. Alsof ik gewoon overreden was, werd door een vrachtwagen. Zo voel ik me nu ook weer zo gemeen van de natuur. Dat je eerst die bevalling hebt en dan moet je gewoon keihard aan de bak. Met de hele natuurlijk voeden en nacht waarin je gewoon niet slaapt en... dat je zo'n pijn aan je lichaam hebt. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel momenten dat ik gewoon helemaal geniet van Coco en verliefd ben. Maar het is ook gewoon freaking zwaar. Echt heel zwaar. Ik hoop echt dat het na een paar weken gewoon beter gaat. Ja, ik ga jou voeden. Je hebt weer honger, hè, schat. Ja, liefje. Nou, tot later. Hi, lieveling. Wat zie je er mooi uit. Kijk, is dat een mooi pakje. Ja. Dat is mooi. Ja. Wil jij nog meer drinken? Nee, je hebt toch al 2 borsten gehad? Je hebt toch genoeg gehad, lieverd? Oh, toch wel, denk ik. Nou, dan gaan we weer. Ja. Yeah. Nou. Wat een leuk geluidje is dat. Jij niet drinken. Papa, jij bent een baby. Babytje. 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 Eerst de borst, baby. Moet je ook echt zijn borst zien? Nu even water drinken. Zo lief. Ga zo allemaal lekker naar bed, hè, jongens. Oh, de bel gaat. De voedingstrein. Maar echt. Ik voed en Wout masseert me. Terwijl we Netflix kijken. Aardig treintje dit. Ik moest dit even vastleggen. Heerlijk. Ga zo achter jou zitten. Ik denk, dit is toch wel een zieke trein. Ja. Dat is precies wat ik nodig heb. Nou, gelukkig maar. Van dat voeden, dan zit je de hele tijd ook zo krom en gespannen. De pijn te verdragen. Is Coco ook in beeld? Ja, hier. Kijk eens. Ah, die voetjes. Nou, de tijd is aangebroken om het eindelijk te delen op social media. Daar gaat-ie. Op Instagram.
Ik heb hier bewust best wel even mee gewacht. Omdat mijn herstel was gewoon echt zwaar. En ik wilde helemaal in die cocon hier met z'n allen zijn. En ik weet gewoon dat als ik het post, dat dan krijg je zoveel reacties. Wat fantastisch is. Ja, die wil je zien. Maar die prikkels kon ik nog even niet aan de eerste 10 dagen. Is er nu 10 dagen oud? Of 11? 11 volgens mij. 11 dagen. Ja, dat is meer. En nu voel ik echt van, het gaat al iets beter. Ik ben er ready om het met iedereen te delen. En ik vind het ook nu niet normaal leuk om het te delen. Ik kan er dan nu ook echt van genieten. Ik lag eerst gewoon lekker te creperen. Dus daar gaan we. Hij staat gewoon klaar om te delen. Hij staat klaar. Ik vind het best een beetje soort van spannend bijna. Ja, ik vind het ook spannend. Nou, hier gaan we. Het is gewoon heel leuk. Tada! Wow. Ja. Yes. Mijn woord heeft ze uitgenodigd. Gedeeld. Coco is nu officieel online. Ja, Insta official. Insta official. Zo leuk. Ja. Oké, jongens. Het is vandaag dag 13. Morgen ben ik 2 weken geleden bevallen. Dus Coco is morgen 2 weken oud. En ik voel me eindelijk goed genoeg om buiten een wandelingetje te maken. En ik heb me daar zo op verheugd de afgelopen dagen. Want ik zie de hele tijd blauwe lucht met zon. En dan denk ik, hoe leuk om met haar voor het eerst te gaan wandelen. Met de kinderwagen, met Wout. De jongens die zijn nu naar de crash. En ja, ik werd wakker en ik dacht, ja, vandaag is eigenlijk de eerste dag dat ik daartoe in staat ben. Dus Wout, hier ligt Coco trouwens, die wordt nu een beetje wakker. Die heeft net dik 1,5 uur geslapen. En Wout is de kinderwagen in elkaar aan het zetten. Want we hadden natuurlijk altijd een tweeling kinderwagen. Ja, dat hebben we niet meer nodig. Dus we hebben nu een kinderwagen voor 1 kindje natuurlijk. Alles is anders vergeleken met de vorige keer. Ik ben blij dat we weer helemaal zwart hebben gekozen. Ik vind dat toch echt het mooist. Kijk. Nice. Hij is van Maxi Cozy. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Oh, no. Als die er nog op gaat, hoe het eruit gaat zien. Ja, daar komt hij. Oh, daar komt hij. Als het goed is. Oh my god, zo leuk. Ja. Zo raar om straks rond te lopen met 1 baby in een kinderwagen. Ja. We altijd gewoon gewend zijn 2. Oh. Zal ik het licht even voor je aandoen? Ja. Ja, en niet dat dat heel erg veel helpt. Ja, je moet goed de gebruiksaanwijzing lezen. Oh ja? Ja. En wat doe jij dan? Toekijken. Oké. En nu? Kan hij erop? Lager voor het kleinere moedertje. Oh, het kleine moeke? Voor het grotere vader. Oh, nou handig. Ook chill die ruimte daaronder. Eens even kijken. Met 1 hand. Zo. Oh. Helemaal cool doen. Met 1 hand kan die zo. Klik, klik. Of wel? Klik, klik. Nee. Oh. Nee. Wilde jij even cool doen voor de vlog? Even stoer doen. Oh ja. Nee, jawel. Jawel. Mooi. Ja. Oh, dan moeten we hier dan even een doek in doen, denk ik. Ja. Vooral dat spugen. Oh, wat chill. Je hebt hier allemaal vakjes voor je telefoon. En voor flessen en spenen. Dat is handig. Dat hadden wij vorige keer niet. Maar ja, toen hadden we ook een andere wagen, ander merk. Hé, hey, word je wakker? Word je wakker, schatje? Hé. Hey. Ik vind het zo leuk als jij wakker wordt. Ja. Vind ik zo leuk. Kijk nou jongens. Oh, dat is toch zo'n lieve snoef. Je bent mijn lieve snoef. En je bent gelijk stil als je mij hoort, hè? Heel goed of mij ruikt. Ja, wij zijn voor het eerst buiten. Zo leuk. Heel leuk.
Coco die is lekker aan het slapen. Ze ging wel een paar keer huilen toen we net even stil stonden. We gingen even een theetje en een koffie halen. Ja, wat is dat fenomeen? Maar dit is gewoon... Hallo, dat vloggen. Meneer. Hallo, meneer. Wat een lawaai. Meneer, nou... Bizar dit, dat mensen daar geen rekening mee houden. Ik wil even kwijt hoe bijzonder het voelt om buiten te zijn. Ik ben letterlijk 2 weken binnen geweest en nu die zon, ik zie weer mensen. Ik besefte dit helemaal niet, want ik ben al 2 weken gewoon meteen naar buiten. Nee, met de kinderen naar de crèche brengen, boodschappen doen. Wout zei ook van, oh dit voelt heel natural. Ik zei, nou voor mij is dit heel bijzonder. Oh, want ik ben gewoon al 2 weken niet buiten geweest. Nee, dat besefte ik me dus net pas. Van, oké, met Coco voor het eerst buiten zijn is wel heel vet, vind ik. Ja. Echt heel leuk. Maar het voelt toch voor mij best wel gewoon van, nou oké, prima. We gaan gewoon erbij. Niet echt heel bijzonder. Jij bent helemaal van zo... Ik ben helemaal om me heen aan het kijken. Ik zie mensen, zei jij net. Er zijn meer mensen in Amsterdam. Ja, mensen zitten letterlijk buiten op het terras. Ja, jij kwam 2 weken geleden uit een soort stortbui. Ging je naar binnen. En je komt eruit en iedereen zit op het terras. Het is opeens lente. Lekker. Oh, ja. Heerlijk. Nou, de jongens die liggen in bed. En Coco niet, zoals jullie horen. Ik heb een nieuwe verslaving. Marsijs. Oh, ik heb sowieso door die borstvoeding zulke cravings en heet honger. En waar ligt die dan? Oh, hier. Jeetje, lekker. Nu is dat dus Marsijs. En Bouts die heeft Snickers. Maar dat mag ik niet. Noten, noten, noten. En je wil ook thee? Lekker. Zo lekker dit. En wat gaan we kijken? Succession of Maestro in Blue? Maestro. We hebben dus een nieuwe serie. Een Griekse serie. En het heet Maestro in Blue. En wij vinden hem echt heel goed. Het is gewoon zo'n beetje een langzame serie, dus je moet ervan houden. Ik denk dat voor veel mensen dat het dan niet snel genoeg gaat, maar ik vind het acteerwerk en het verhaal, ja, I love it. Het is gewoon één grote drama. Dus dat gaan wij nu kijken. Dat zijn we al sinds de bevalling eigenlijk begonnen met kijken. Even een theetje maken. En we kijken ook Succession, dat is echt waanzinnig. Daar hadden we al de seizoenen van gekeken en er is net een nieuw seizoen op HBO. Alleen dat is maar 1 aflevering per week. Dat vind ik zo kut. Je wilt toch gewoon kunnen bingen? Wie snapt dat niet? 1 aflevering per week, echt wie verzint het? Niet oké. Okay. Is die borstvoedingsthee op? Snoef? Ja? Is die borstvoedingsthee op? Ja. Oh. Jammer. Echt een tip trouwens. Die borstvoedingsthee van Weleda. Zo lekker. Beetje een soort van anijssmaak. Heerlijk. Nou, wij gaan lekker pinchen. Hi lieverd. Hey. Heb je de hik? Heb je de hik, schatje? Ja. Hi, lievertje. Gewoon met... 2 spoken. Mag ik? 2 spoken. Mag ik ook? 2 spoken. Haha. Oh. Zij is gewoon uren. Wil je mij ook een beetje slapen? Oh. Heerlijk, hè? Deze alleen maar een scheet te laten. En deze ook. Lekker aan het slapen. Joy heeft vandaag geholpen met het huis. Zo chill. Zo lief. Het huis? Hebben ze het gezien nog? Nee. De vlog hierna, denk ik. Oh. You guys are gonna shit your pants. Ja, het is ook echt heel gaaf geworden. Alles is geïnstalleerd. Sick, schat. De kleuren, de gordijnen, de vloeren. Nee, ik denk, jullie gaan uit van holy shit. Ja, yeah, I'm so happy. Ja, het is echt vet. Oké, dit is een heugelijk moment. Want Coco accepteert haar speen.
Ja. Dus dat is echt fantastisch. Want ja, ze heeft gewoon de hele tijd behoefte om aan mijn borst te zitten. De hele dag. Dus het is fijn om die even tot, zeg maar, dat ik ze niet meer tot last ben. Tot zij ze niet meer tot last is. En nu heeft ze dus een speen. Zo schattig. Zo groot is die speen ook voor haar hoofd. Insane. Oh, dat is te lief. I love you. Nou, dat was hem alweer. Wat ik helemaal vergeten te delen ben, eigenlijk in de kraamtijd. Omdat dat, ja, dat was zo pijnlijk. Coco had een verkort tongriempje. En daardoor kon zij niet goed aanhappen. En deed borstvoeding zo intens veel pijn. We hebben dat ook laten doorknippen. Maar ik ga even in de volgende vlog of in de vlog daarna even wat daar uitgebreid over op in. Over die hele borstvoeding. Want dat was me echt een uitdaging. Ik ben net over die borstvoeding aan het vertellen. Oh ja, dat ja. Kan ik wel nog even vertellen. Dus ik heb daar ook heel veel tips voor en adviezen. Tenminste, uit eigen ervaring. En wat ik dan ook weer kreeg van lactatietestkundigen. Maar daar kom ik allemaal op terug. Oh, ga je Coco even gedag zeggen? Ik ga even naar de speeltuin met je broers. Oh, leuk. Vind je dat goed? Hey, jullie zien nu al stiekem het nieuwe huis, maar dat gaan jullie allemaal volgende week zien. Want volgende week is de verhuisvlog. En dan zitten we officieel in dit huis. En dan ga ik jullie alles laten zien. Dus, in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Dankjewel voor het lange wachten. Ik had het echt even nodig, deze radiostilte op YouTube. Maar ik ben weer terug. Dus, ik zie jullie natuurlijk heel graag volgende week in een nieuwe video. Mwah.